Goedenavond, de naam is Sport. Studio Sport. U hoort vanuit Utrecht Jan Roels. Ja, en dan krijgen we... Goedenavond, ja. We krijgen later vanavond Studio Voetbal. Sjoerd. Oké, we gaan kijken. Sorry, ik was je voor. Is dat allemaal zometeen? Dat gaan we zo meteen zien. Leuk. Rivka, tot zo. En we krijgen vanavond Studio Voetbal, Sjoerd. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, Sjoerd, vertel maar. Ja, we gaan er komen. Natuurlijk. Klopt. Oké, dankjewel. Tot later dan, Sjoerd. We gaan nog even kijken naar een leuk moment. Hè? Waar gaat het over? Ja, natuurlijk. Dat weet ik, ja. Dat en meer. Ja, nog veel meer. Oh, nog meer. Maar ja, om nou alles op dat te gaan noemen, dan... Ja, dat en meer. Wat ga ik dan? We gaan kijken zo. Oké. Dankjewel. Dat en meer. Ja, nu weet u het wel, hè. En, wat was het nou? Ja, het was stilder dan Sjoerd. Oké. Okay. En jij bent vanavond om kwart... Hoe laat? Kwart over... Ja, en dan krijgen we zometeen Sjoerd. Met, dat wil zeggen straks, later vandaag. Ja, later. Ja, nu Sjoerd. En jij gaat vertellen... Zometeen. Ja, onder meer, hè? Onder meer, ja. Er is nog veel meer. Ja, oké. Okay. Of 11 zijn we er op 1. We gaan kijken dan. Oké, okay, ciao. Oké, okay. Dank je. Tot later. Oké, okay, dankjewel, Sjoerd. Gaan wij nog even het doelpunt van de dag laten zien. Lijkt me goed. Weet je welke dat is? Ik heb wel een vaag vermoeden. Ik zie ook iemand achter je staan. Dat klopt. Dat klopt. Ja, we krijgen eerst nog een journaal. En ja. Dan kom jij. Ja, met, meteen erachter. Met Koeman en Frenkie de Jong. Helemaal. Okay. Ja. Het goede nieuws van vandaag is... Sjoerd. Goedenavond. Ja, goedenavond. En als ik denk dat het dan niet slechter kan... dan gaan we eventjes naar Joep Schreuder. Joep. En PSV PEC Zwolle. Ja. Gaan we even... Ja? Aanstaande donderdag dus, hè? Even kijken. Aanstaande donderdag krijgen we de voorlaatste speelronde. Had ik toch al gezegd. Net als PSV'er Cody Gakpo, de geblesseerde. En de commentator. Eén van de vijf wedstrijden die zijn gespeeld sinds de komst van die coach. Op PSV, op VVV na. Gelooft u me nog in? Men er nog in? Fred, Freek, sorry, Heerkens. Abdou Haroui. 12 tops doelpunten en hij is de topscorer van Nederland. Dat de club deze week een sympathieke versterking kon presenteren. Vanaf 1 juli, januari is hij... De reacties die kwamen nog nu. Een overwinning bij RKC, dat, ja, je denkt dat moet te doen zijn. Ja, Schmid in gesprek met Bert Maalderink. AZ tegen RKC, die wedstrijd. Dan gaan we naar de samenvatting. Dan gaan we kijken, dit is hem, naar Willem II. Oeh, uit tegen ADO. De topscorers zijn Georgios Giakoumakis. Als gezegd, zeg nu geloof ik voor de vierde keer dat Ajax AZ straks komt. Wormoed, Frank Wormoed, dat is hem. Zit in de voorselectie van het nationale team van Nigeria. Daar is hij bijgezet, voor de voorselectie van Nigeria. Dan zal hij er niet bij zijn. Natuurlijk niet. Ajax won nu in 2020... nieuwe competities. Er was een bal. En dan nu de wedstrijd. FC Utrecht is nog altijd ongeslagen. Oet. Dan de topscorers. Zullen we naar de topscorers gaan? Ja. En dit is de stand op de ranglijst na 3 competitieronden. Er zijn 7... Ah, nee. Ja. Nou ja. Maar op basis... En ook de doelcijfers zijn precies gelijk. 3 wedstrijden gespeeld. Ja. Ja, mooi. Ja, dik. We houden er hiermee op. Goedenavond.